De kindercrash is weer open hoor, jongens. De kindercrash is weer open. Oké, troepen. Allemaal achter deze lijn. Of ik moet discipline. Ik pak mijn discipline stop. Wacht. Ik heb een idee. Kijk. Allemaal achter deze lijn. 3, 2, 1. Jij ook. Hup. Blijf staan daar. Goed zo. Jij. Terugkomen jij. Terugkomen. Andere kant op. Oké. Mooi. Hey, stop eens met gas geven. Duik je auto in. Zo. Ja, ik kijk al. Oké. Nou ga... Hey. Discipline. Discipline. Au. Au. What the fuck is hier gebeurd? Hij rijdt gewoon overheen. Jongens, voordat we deze video beginnen moet ik even zeggen dat ik aan het livestreamen en opnemen tegelijkertijd was. Dus dat betekent dat deze kwaliteit of de kwaliteit van deze video iets lager is dan dat je van mij gewend bent. Maar laten we doorgaan naar de video. Hallo allemaal jongens, je kijkt naar Local First World en vandaag op de achtergrond wat random GTA gameplay. Maar ik wil het met jullie over heists gaan hebben. Wanneer komt het precies uit en ik heb wel een aardig idee van wanneer het precies uitkomt. Mijn eigen idee. Ik weet dat YouTubers ook video's hierover gemaakt hebben. Maar, jongens, in het bericht wat we laatst hadden over dat de PC-game gedelayed was, stond ook een klein stukje over GTA Heists. En ik zou je dat stukje nu even laten zien. Het staat nu op het scherm. Het is een heel klein stukje. Daarbij staat het volgende geschreven. GTA Online for PC, which will support up to 30 players, will launch alongside GTA 5 for PC and will include GTA Heist. Cool. Dus dat betekent dat we in ieder geval 24 maart de heists hebben. Online heist for consoles will be launched in coming weeks ahead of the PC launch. Dus jongens, wat ze daar zeggen is dus GTA 5 voor PC, die 30 spelers support, zal heist hebben en daarna zal, in ieder geval daarvoor zal heist uitkomen voor de consoles in de weken voordat de PC versie uitkomt. Maar jongens, als je er even over nadenkt. Je hebt natuurlijk de PC-versie. Dat wordt een hele hype op zich. Van GTA. Maar als ze één week daarvoor ook heist uitbrengen. Dan zou het, ja. Dan gaat dat een beetje weg van de hype van de PC. Dus ik denk jongens, 2 tot 3 weken voordat 24 maart aanbreekt. En ja, even kijken. De release date zou dan worden, ik pak even mijn kalender erbij, 24 maart staat hier. Ik denk zo'n beetje op dinsdag 10 maart dat wij heist zullen zien. En dat is helemaal niet zo ver weg, we hoeven alleen nog even door februari heen te worstelen en dan gaan we het gewoon spelen. En daarnaast jongens heb ik ook nog een nieuwtje van de Rockstar Newswire. En die zeggen dat je 1 miljoen in-game geld krijgt. Hetzelfde als met de PlayStation 4. Als je een kopie koopt van GTA 5. Of als je pre-ordert. Ik ga hem ook pre-orderen, denk ik. Ik weet het nog niet zeker. Maar ik ga in ieder geval de game kopen, jongens. Als jullie later mee willen spelen, kunnen jullie meespelen. Maar ja, dat was het eigenlijk deze video. Ik denk dat op de 10e van maart dat de game uitkomt en dat we gewoon, niet de game uitkomt, dat we gewoon met z'n allen gewoon heist kunnen spelen. Als jullie dan heist met mij willen spelen, dan moet je even een linkje geven. Ik heb mensen nodig voor de heist die altijd online zijn, omdat ik weet nog niet zeker of het in één keer in één stuk door, ja, of je in één stuk door kunt spelen. Want een heist die heeft ook preps nodig, weet je wel, voorbereidingen en dat soort dingen. Dus als dat wel zo is, dan maakt het niet zoveel uit. Maar als we wel veel preparation nodig hebben en je hebt een groep met mensen die een heist gaat spelen, dan moeten we met z'n allen even gewoon vaker online zijn.
En die mensen heb ik nodig van de local crew. Maakt niet uit of het een PlayStation 3 of PlayStation 4 of Xbox is. We gaan wel even kijken hoe dat precies gaat werken. Waarschijnlijk krijgen we er ook nog meer details over. Maar jongens, ik wil je bedanken voor het kijken. Ik zie je de volgende keer. En dit is Loco. Bye bye. Oké, jongens, volg mij maar. We gaan even ergens anders staan. Wacht even.